Het lijkt iets uit verloren tijden. In de bioscoop analoog een film kijken. In de RKZ-bios kan dit nog altijd. De charme van de 35mm film heeft het een lange tijd gewonnen van de digitale film. Maar ook hier zal daar binnenkort een einde aan komen. Nou, dat is net zoals als het zaaltje waarin we zitten. Dat is ook een beetje zo dat knussen en zo. Dus ik weet niet of digitaal heel erg gelikt gaat worden. Of dat de 35mm film is natuurlijk een beetje dat ouderwetse idee van filmen. Het bedienen van de filmprojector lijkt een verloren ambacht. Maar de vraag is of het onder de bezoekers ook gemist zal worden. Nou, niet echt. Ja, een beetje nostalgie is wel leuk. Hè? Dat geratel achter je. Maar ik heb er niet iets speciaals mee. Ik bedoel, als de films straks gewoon toch alleen maar digitaal worden gemaakt. Ja, dan wil je ze hier natuurlijk ook zien. Dus, Zeker als dit soort arthouse films blijven spelen. Dan blijf ik hier zeker komen. Ook al wordt het digitaal. Voor wie nog wil genieten van een uitstervende filmervaring. Dit weekend draait de laatste analoge film voor de bioscoop gaat verbouwen.